President Reagan is in Mexico aangekomen om te praten over de relatie tussen de beide landen. De luchthaven 16hoven bij Rotterdam moet blijven bestaan, vindt commissaris der Koningin Patijn. Zo ziet het nieuwe briefje van 250 gulden eruit. Volgende week komt het in roulatie. Goedenavond, dames en heren. Vriendelijk, bijna opgewekt, is de toon waarop president Reagan in Mexico is begroet door zijn ambtgenoot de La Madrid. En dat is wel eens anders geweest. Onze correspondent Ferry Versteeg. President Reagan kwam per helikopter in Mexicali aan vanuit een nabijgelegen vakantieoord in Californië. En de top Mexico's president betekende het einde van zijn kerstverlof. De lijst van gespreksonderwerpen is bij wijze van spreken even lang en gevarieerd als de grenslijn van 3000 kilometer die beide landen verbindt. De stemming in Mexicali is redelijk goed en in ieder geval beter dan tijdens de vorige top in 1984 in Washington. Toen toonde Reagan zich duidelijk geïrriteerd over de Mexicaanse steun aan Nicaragua. Maar sindsdien is de Mexicaanse houding tegenover de Sandinisten wat bekoeld. En de huidige top wordt meer beheerst door Mexico's ernstige economische problemen. De schade als gevolg van de recente aardbeving in Mexico-stad en de dalende olieprijzen hebben het land lelijk in de hoek gedrukt. En de La Madrid zal Reagan ongetwijfeld voorhouden dat zijn land dit jaar nieuwe leningen nodig heeft en dat zijn grote schulden kunnen blijven afbetalen. Een ander belangrijk gespreksonderwerp is de drugsbestrijding. Amerikaanse antidrugagenten klaagden de laatste tijd dat corruptie aan Mexicaanse kant de oorlog tegen de verdovende middelen belemmert. Maar officieel houden zowel Mexico als de Verenigde Staten het erop dat er heel wat is gedaan om aan de export van drugs naar de Verenigde Staten een eind te maken. The good and decent people of both our countries have made a strong commitment to fight the scourge of narcotics and drug trafficking. This battle continues. Issues of regional and global peace are of intense interest to us both, as is the expansion of democracy in this hemisphere. My wife, Nancy, returned home from visiting the devastation with stories of the quiet dignity and perseverance displayed by your people in the face of great personal tragedy. We are proud to be friends of such people. Op weg naar Mexico werd president Reagan nog gevraagd naar de toegenomen spanning in het Midden-Oosten. Die is daar plotseling opgelopen toen de Amerikaanse regering liet weten een wraakactie te overwegen op de Palestijnse terreuraanvallen op de vliegvelden van Rome en Wenen. Amerika denkt dat de Libische leider Gaddafi de Palestijnen hulp geeft en zint nu op een actie tegen Libië. Gaddafi says he's going to attack Americans if we attack him. What do you say to Gaddafi? I don't answer, fellas. You think it's all right to shoot 11 small girls? En daarmee doelde Reagan op het Amerikaanse meisje dat omkwam bij de aanval in Rome. Libië heeft overigens die aanvallen afgekeurd in een brief aan de VN. Maar de Amerikanen hebben, en dat vooral heeft de spanning voelbaar gemaakt, schepen van de zesde vloot de Middellandse Zee opgestuurd, vanuit havens als Napels voor manoeuvres. Libië beschouwt dat als een voorbode van agressie. Amerika heeft ook gezegd een militaire actie niet uit te sluiten. In Libië laaien intussen de anti-Amerikaanse gevoelens hoog op. Dat gebeurt met militaire jelploegen die de straat zijn opgegaan om het publiek aan te vuren. De betogingen duren nu al 2 dagen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikanen in Libië gewaarschuwd dat de toestand gevaarlijk voor hen is geworden. De Amerikanen denken ook aan economische sancties tegen Libië, in de overtuiging dat ze daarin steun zullen krijgen van de bondgenoten. Maar een woordvoerder van de West-Duitse regering zei vanavond dat de Amerikanen er rekening mee moeten houden dat een aantal grote Europese landen niets voelt voor economische of diplomatieke sancties tegen Libië. In Nigeria is een vliegtuig neergestort met aan boord militairen die gevangen zijn genomen bij een mislukte staatsgreep. Eind december deden luchtmachtofficieren uit Noord-Nigeria een poging de macht te grijpen. Die coup werd verijdeld en er werden 14 samenzweerders gearresteerd.
Een aantal van hen werd per vliegtuig uit het noorden van het land overgebracht naar de hoofdstad Lagos om berecht te worden. Onderweg stortte het toestel neer. Alle 8 inzittenden, onder wie een aantal samenzweerders, kwamen daarbij om het leven. De 2 ontvoerders van Heineken zijn door de Franse politie verplaatst naar een ander hotel. Van Beauvais, 80 kilometer ten noorden van Parijs, zijn de 2 Amsterdammers midden overgebracht naar Sergi Pontoise, dat ligt vlakbij Parijs. Reden zou zijn dat de politie van Beauvais het te druk kreeg met de bewaking. Maar volgens meester Moscovici komt het doordat hij aan de Franse regering een lijst heeft verstrekt met landen waarheen de ontvoerders eventueel zouden willen vertrekken. Het zijn landen in het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. En Paraguay is 1 van die landen, aldus Moscovici. Overigens streven de ontvoerders ook nog steeds naar uitlevering aan Nederland op grond van het oude verdrag, met als zwaarste vergrijp schriftelijke bedreiging. De luchthaven van Rotterdam, beter bekend als het vliegveld 16hoven, moet blijven bestaan. Dat vindt de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer Patijn. Binnenkort moeten gedeputeerde staten van die provincie een beslissing nemen over de toekomst van 16hoven. Er ligt een plan op tafel de luchthaven te sluiten om vervolgens op het terrein woningen te kunnen bouwen. Daar voelt de heer Patijn niets voor. Naar ons oordeel moet 16hoven open blijven. Er is wat ons betreft geen twijfel dat er geen reden op dit moment is om de locatie waar 16hoven op ligt te gaan bebouwen. Waarom? Omdat de luchthaven 16hoven voor de hele regio waarin Rotterdam ligt, waarin het Westland ligt, buitengewoon belangrijk is als passagiers- en als vrachtluchthaven. In de tweede plaats, er is geen noodzaak voor een bouwlocatie op die plaats. Dus wij hebben, hoewel we nog ons definitieve standpunt moeten bepalen over een week of 2, hebben wij voorlopig het standpunt ingenomen dat wat ons betreft het bebouwen van 16hoven helemaal niet aan de orde is. De positie van 16hoven is al jarenlang omstreden. Het vliegveld veroorzaakt geluidsoverlast en de gemeente Rotterdam wil er huizen bouwen. Daarnaast is er een jaarlijks exploitatietekort van zo'n 7 miljoen gulden dat goed deels voor rekening komt van de gemeente. Nieuwe investeerders blijven weg vanwege de onzekere toekomst van de luchthaven. Kijk, ik denk dat wil je de positie van 16hoven versterken, dan zullen de ondernemers die met 16hoven te maken hebben de zekerheid moeten hebben dat de investeringen die daar zijn voor lange tijd investeringen in een vliegveld kunnen zijn. En ik denk dat wij uiteindelijk zouden toe kunnen komen, maar ik zeg nogmaals, we moeten daar nog over een paar weken over beslissen, dat wij die zekerheid kunnen geven, namelijk dat voor lange tijd 16hoven vliegveld zal blijven. En dan kunnen dus de ondernemers die daar willen investeren en daarmee de positie van het vliegveld versterkt worden door de zekerheid die men heeft. Het is een investering voor lange tijd. Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland moeten over 2 weken een definitief besluit nemen over 16hoven. De verwachting is dat ze in meerderheid voor het voortbestaan van de luchthaven zullen stemmen. Volgende week dinsdag komt er een nieuw bankbiljet, eentje van 250 gulden in de roulatie. De Nederlandse bank heeft hiertoe besloten omdat uit marktonderzoek is gebleken dat er een grote behoefte is aan een bankbiljet tussen de 100 en de 1000 gulden. Op het nieuwe biljet van 250 gulden is een vuurtoren afgebeeld, met als voorbeeld de vuurtoren van Haamstede op Schouwen-Duiveland. Het ontwerp is van professor Oxenaar, die ook andere bankbiljetten ontwierp. Er is 4 jaar aan het nieuwe bankbiljet gewerkt. Het is heel ingewikkeld gemaakt om namaken te voorkomen. Het watermerk beeldt een konijn uit. Als men het biljet met hulpmiddelen als rood plastic, een ultraviolette lamp of een loep bekijkt, dan ziet men een tweede konijn en enkele dichtregels van de dichter Slauerhof. Volgende week pas stelt de Nederlandse Bank kleurenopname van het nieuwe bankbiljet ter beschikking. De nieuwe regering van Aruba wil dat de bevolking zich in een referendum uitspreekt over de volledige onafhankelijkheid in 1996. Dat staat in het vandaag gepresenteerde regeerprogramma van het kabinet Eeman. Met deze opstelling komt Aruba in aanvaring met het Koninkrijksverdrag, dat de komende 10 jaar beschouwt als een overgangsperiode naar volledige onafhankelijkheid. De datum 1 januari 1996 is zelfs onder druk van Nederland opgenomen in een speciaal artikel van het nieuwe statuut. Intussen is de voormalige premier Bettico Cruz overgebracht naar een ziekenhuis in Miami in de Verenigde Staten. Cruz liep hersenletsel op bij een ernstig auto-ongeluk vlak voor de overgang van Aruba naar de status aparte 2 dagen geleden.
Een recordpoging per zeilschip over de Atlantische Oceaan is geëindigd in schipbreuk. 1 man is verdronken, 5 anderen werden gered. De recordpoging gold de reuzenkatamaran Jet Service, genoemd naar de onderneming die de poging financieel mogelijk maakt. Schipper Morven wilde in recordtijd van Amerika naar Engeland zeilen, maar raakte op oudjaar in een zware storm niet ver van de Spaanse kust. De Jet Service sloeg om en in datzelfde moment werd 1 opvarende van dek geslagen. De 5 overigen hebben zich in veiligheid kunnen brengen door te schuilen in 1 van de 2 26 meter lange rompen van het schip. Daar werden ze uitgehaald door een Spaanse helikopter toen de wind was gaan liggen. 1 van de opvarenden, schipper Morven, is gewond geraakt. En dan nu het nieuwsoverzicht. Om meer aandacht te kunnen geven aan slachtoffers van misdrijven gaan er vanaf 1 maart nieuwe regels gelden voor justitie. Er komt voor de justitie een richtlijn om direct al bij het opstellen van het procesverbaal aan te geven als slachtoffers schadevergoeding van de dader eisen. Ook wordt het voor slachtoffers gemakkelijker om de naam van de dader te weten te komen. Op die manier is het voor hen gemakkelijker van die dader schadevergoeding te eisen. De Enka-fabriek in Emmen, waar polyamide garens voor kleding worden gemaakt, gaat dicht. Er verdwijnen daardoor 650 arbeidsplaatsen. De productie in deze fabriek zal in 1990 worden beëindigd. De directie van Enka Emmen zegt zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te willen voorkomen. Polyamide garens worden haast niet meer verkocht door de opkomst van andere materialen. De nieuwe Postbank denkt de concurrentie met de andere banken aan te kunnen. De Postbank is een samenvoeging van Postgiro en Rijkspost Spaarbank. De klant merkt er op het eerste gezicht weinig van, maar op verschillende punten is de service voor rekeninghouders en spaarders uitgebreid. Onder meer is er nu een Express Giro, waarmee in 1 dag een betalingsopdracht wordt uitgevoerd. Dat kost dan wel 5 gulden. Benzine wordt maandag weer goedkoper. Super gaat met 3 cent omlaag en normale benzine met 2 cent. Dieselolie zakt 1,6 cent in prijs. Ontwikkelingen op de oliemarkt en de veranderende dollarkoers zorgden voor die prijsdalingen. Het weer. John Bernhard doet een voorspelling voor morgen en de komende dagen. Van het noorden uit kwam de koude lucht weer terug. En dat hebben we gemerkt. Dat ging weer met sneeuw gepaard. Op deze foto van 4 uur zien we een heel bewolkt Nederland. Hier bij Maastricht regent het op dat moment nog. De rest is allemaal sneeuw. Maar bij het Waddengebied kwamen toen al de opklaringen binnen. Op dit moment zitten die opklaringen bijna tot in Limburg. We zien dat die opklaringen vannacht waarschijnlijk wel verder duren, dus het gaat een koud nachtje worden. Eerst eens even kijken naar de Europakaart van vandaag. We zien dat het lage drukgebied, dat is onder ons doorgetrokken. Die warme lucht is verder Europa ingetrokken. Die grens tussen die twee, daar zit die sneeuw op. En verder hebben we te maken met een hoge drukgebied bij Ierland. Dat komt morgen dichtbij in de buurt, dus redelijk rustig weer. Maar voor zondag zit er een gemeen lage drukgebiedje. Dat zit helemaal hier op de oceaan. En dat komt akelig dicht bij ons in de buurt. Nou, eens even kijken op de satellietfoto. Dan zien we dat vanaf het kanaal tot over Nederland naar Zuid-Denemarken, dat ten zuiden daarvan die bewolking. Die trekt verder weg Europa in. En boven Engeland en de Noordzee, daar komen opklaringen voor. Er zit ook een enkel sneeuwbuitje, die kleine witte puntjes. Dan het weer, om te beginnen voor vannacht. Vannacht redelijk helder in het land, op een enkel buitje na in die kustprovincies. Verder boven het land krijgen we te maken met mistbanken en natte wegen, die gaan ook echt bevriezen, dus ook gladheid. Temperaturen tussen de min 3 en de min 8. Morgen overdag vrij koud, 0 tot 3, maar er staat niet al te veel wind. En dan voor zondag. De eerste plaats, de nacht van zaterdag op zondag, die wordt ook erg koud. Temperaturen die zitten hier tussen de min 4 en de min 10 graden in het noordoosten. Aanvankelijk is het droog, maar in de loop van de dag neemt de wind toe uit het zuidoosten. En het wordt een hele vervelende wind. Guur, koud weer. En in de loop van de middag kan het vanuit het zuidwesten, het eerst in Zeeland, kan het gaan sneeuwen. Hoe ver die sneeuw komt, dat weet ik op dit moment niet. Dat hoort u later nog wel. Verder is het zo voor begin volgende week. Onze weerkaarten, prognoses, geven aan dat het geleidelijk aan kouder wordt. Dus misschien de schaats uit het vet. Einde van deze journaaluitzending. Dames en heren, goedenavond.